Goedemiddag, welkom bij Camping Moesleberg, prachtig gelegen aan de voet van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Ja, het gebouw stamt van 1992 en op zich was het niet heel verkeerd. Alleen het voldeed niet helemaal meer aan de eisen die de ANWB stelt in deze tijd. En dat heeft ons dan besluiten van, nou, als we toch met de tijd mee willen gaan, en dat willen we zelf graag ook, om een keer een goede upgrade van te maken dat het weer prachtig uitziet voor de komende jaren. In het begin wilde ik eigenlijk geen sensorkranen hebben. Vond ik irritant. Ik heb ze ooit eens eerder gehad. Niet gasvrij, laat ik het dan zo zeggen. En Erik van Delebeer heeft me toch overtuigd om toch voor die kranen van hun te kiezen. En uiteindelijk zeg ik van, hij heeft dan gelijk, gaat ook. Ze reageren snel, maar ze gaan ook niet overdreven lang aan. Want dat is natuurlijk ook een vereiste, want ja, het is wel drinkwater waar je mee sproeit. En daar verkeerd mee omgaan, vind ik in deze tijd ook weer niet goed. Waarom we voor dit systeem hebben gekozen, is eigenlijk, want voorheen heb je dan, of de standaard wat je in huis ook hebt, een inbouwreservoir en een druk op de knop en er komt water uit. Maar dan moet je een tijdje wachten voordat die weer gevuld is. Dit systeem heeft elke voordeel, is het niet goed doorgespoeld, druk je nog een keertje in. Je hebt direct een bak water erachteraan en het laat schoon en netjes achter. Het is mooi klein weggewerkt, het valt niet echt op. Maar hij doet wel vooral zijn werk waar hij voor bedoeld is.